Goedenavond, beste werkelanders. We staan hier op de kerstmarkt in Eibergen. En we gaan eens even kijken of hier de kerstsfeer al goed te proeven is. Vertel over wat voor mooie en goede actie dit allemaal is. Actie Kinderen in de Knel. Die worden verkocht en daar branden de eerste lampjes voor in de boom bij het danspaleis, het oud danspaleis. En van het geld doen wij goede dingen voor kinderen in de Knel in de regio en wij eromheen. Dag meneer. Dag meneer. Kan ik u verblijden met een kerstkaart voor Sterrenstralen? Alweer één? Ja. Geweldig, u heeft twee. Ja. En dan gaan we natuurlijk gelijk verder met de podiumplaats, want podiumplaats is nummer 3. Daar is een spellenpakket en die is gewonnen door de Willem Sleuterschool. En u voelt hem aankomen, we gaan langzaam naar de winnaar toe, maar daartussen zit de nummer 2. De nummer 2, en dan waarschijnlijk ook bekend wie de nummer 1 is, is een springkussen. Die is gewonnen om voor 1 dag op school neer te zetten naar een dag naar keuze. Dus de school mag zelf bepalen welke dag. En het is gewonnen door de Menno ter Braakschool. En natuurlijk, iedereen weet nou wie de winnaar is. De winnaar is... De Stigger! Komen gelijk natuurlijk bij de nummer 1. Wat jullie hebben gewonnen is het boekenpakket. Waarom een boekenpakket voor de winnaar, weet ik niet. Maar overhandigen maar op school. Jullie zijn degene die het best alle kerstbomen hebben gepint. Ik wens jullie heel veel plezier mee. Nog één keer een hartelijk applaus voor de Stigger. Hoe gaat het met de verkoop? Gaat goed, nou goed. Gaat goed? Prima. Ja? Zet hij niet de bel op? Nee? En hij nog een speciaal recept voor de knippekus? Ja, zeker. Maar dit is gewoon regie. Ja. Hier gooi je het niet allemaal op zeggen. Het bekende bordeltje zit er ook in. Ja, zeker weten. Ja. En brandewijn. Oh, dat is goed. Zet het maar eens bij ons drinken. Dank u. Ik kan niet wat meneer erop zeggen, maar het is een mooie knap of niet? Beetje knap voor de camera. Nee, maar dat geeft niet. Ja, moet je nog meer weten? Dat is waar. Wat ben jij nog winnen? Nou, vertel eens, waar jij aan het doen bent. Ja, we zijn op het moment, zijn we home. Lekker man. Nou, de onkost 3.3, want we zijn met kluwijn in aanbieding en we nieuwjaarsrolletjes hebben. En we hebben knippertjes niet voor 3, maar voor 2 euro. Oké, kijk aan. Mensen, daar kun je niet voor laten staan. Zeker niet. Wij steken daar onze hele ziel en zaligheid in. Zijn we live in beeld? Zijn we live in beeld? Echt? En waar gaat het geld naartoe? En we hebben ook nog hamburgers. Ja, dat lacht mij eens. Is voor de kleding. Ja. 2 euro zakje. Ja? Oh, je wist het niet zeker nog? Nee, omdat je het vroeg aan hem, maar voor was het geld? Ja, maar we kunnen het voor meer doeleinden. Voor meerdere doeleinden. Ben een honger, okay. Mensen hebben de hamburgers. Ja. Goedenavond. En staat er in uw kraampje? Je bent aan het filmen zeker? Nieuws uit Berkeland. Aha, fijn. Hi. Ik heb leren armbanden, zelfgemaakte sieraden en zelfgemaakte spiegels. Spiegels? Ja, spiegels met opdruk. Oké. Okay. Kunnen we eens naar kijken? Ja, dat mag. Mooi hè? En hoe krijgt u die opdrukken erop? Dan doet hij dat met de hand of? Nee, de mijn zwager doet dat. Die doet dat met een plotter. Een plotter? En wat is dat? Ja, wat is een plotter? Ja, een soort graveermachine denk ik. Want het zit op de spiegels, hè. Het is niet dat het in de spiegel zit, maar het is echt kunnen voelen zit op de spiegels. Oké. Okay. Als een soort plakfolie, net als op de ruiten? Nee, dat is het niet. Ja, het is niet. Maar hij kan je weer zo uitleggen dat ik. Oké, okay. U bent meer voor de verkoop? Ja. Oké, okay. Succes. Dankjewel. Goedenavond, nieuws uit Berkeland. Oh, ja. Hallo. En wat verkoopt u in uw kraampje? Kunt u daar iets over zeggen? Zelfgemaakt, exclusief. Zelfgemaakt allemaal? Ja.
En wat is dat dan? Het lijkt een beetje op een sok. Een kerstsok. Een kerstsok. En wat kun je met zo'n kerstsok? Kun je ophangen op school. Doe je de cadeaus in. Ja? Oké. Okay. Zijn het voor de kinderen of ook voor volwassenen? Mensen die er naar kijken zijn oude mensen en kinderen. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus net zoiets als Sinterklaas, maar dan voor de kerst. Ja. Oké. Okay. Dankjewel. Wat heeft u zoal in uw kraam staan? Ja. Zeg, wat, heeft u, wat verkoopt u in uw kraam? Ja, dat zie je. Kunt u iets over zeggen? Het is allemaal even gemaakt. Ja, zelf gemaakt? Alles is zelf gemaakt. Ja. Nou, zeepettingen, cadeaudoosjes, kaarten, weerpenners, kalenders. Allerhande dingen, allemaal met kerst te maken? Ja. En de opbrengst, gaat dat nog naar een goed doel? Nee. Gaat niet naar een goed doel? Nee, het is een hobby van mij. Het is uw hobby? Het is mijn hobby. En daar verdient u het geld mee? Ja. Ja, hoe moet ik het anders dan? Nee, goed, een hobby mag wel geld verdiend mee worden, ja, toch? Zeker. Ja, zeker. Ja? Ja. Hartstikke leuk. Succes. Hallo. Hallo. U heeft er wel zin in vanavond, of niet? Ja, een beetje warm blijven, hè? Ja, heerlijk. Ja. Wat heeft u allemaal in de kraam staan? Allemaal leuke cadeautjes. Leuke cadeautjes? Ja. Cadeautje iets... voor jezelf, cadeautje voor iemand anders. Kun je iets over vertellen? Ja, wat moet ik erover vertellen? Ik heb alles met de hand gemaakt. En ja, het is gewoon allemaal vrolijk. Het is allemaal vrolijk spul, zie ik. Ja. Maar allemaal handgemaakte dingen? Ja. En heeft u nog iets speciaals? Wat u zegt van nou dat is een mooi ding. Daar bent u trots op? Nee, niet één ding. Al meerdere? Meerdere. Ja. Nee, maar steekt er één in het bijzonder uit, waarvan u zegt... Deze eigenlijk. En dat is een aapje? Ja. En wat is er bijzonder aan dit aapje? Ja, dat vind ik gewoon, ja, vind ik gewoon leuk. Vind ik gewoon leuk. Hoe gaat het met de verkoop? Ja, heel goed, hè. Ja? Ja. Wat heb je erin van alles aan. Wat heb je zoal in je kraampje staan dan? Nou, we hebben heel mooie klankklokjes, hè. Ja. En wat kun je ermee doen? Daar luisteren, hè. Ontspannen. Hè. Ontspannen. Heel belangrijk, natuurlijk. Ja? Ja. Mensen die verleren dat een beetje en wij leren ze dat weer. U leert ze weer ontspannen? Ja, we leren ze weer ontspannen. En dat kan door middel van de klokjes? Ja, en door allemaal ingewikkelde dingen, dat je minder piekert en dat je accepteert dat het leven zo is zoals het is. Oké. En dat helpt enorm. Ja? En waar bent u van? Van goud, zijn wij. U bent van goud? Ja, Centrum Goud. Oh, Centrum Goud. Ja. Ik zag nu dat staan. Ja. Ik dacht, je hebt een gouden randje om je heen, maar... Nee, ik zie hem niet, maar... Je ziet hem niet? Nee. Nee. Dus je hebt alleen maar klokjes of nog meer dingen? Goud van de oude gereformeerde kerken, dat kennen mensen wel. Ja. Ja, we hebben ook hele mooie boekjes van Thea Bentveldse. En allemaal zelfgemaakte kaarten. Zoals intuïtief schilderen kun je bij ons doen. Ja. Mooie schilderijen maken en gesprekken een beetje warmte, hè? Een beetje warmte deze kerst? Ja. Is wel belangrijk? Ja, dat kun je bij ons krijgen. Ook bij jullie krijgen? Iedereen die op zoek is naar een beetje aandacht en warmte, die is bij ons welkom. Oké, dankjewel. Okay.